Bewaak hem goed. De soldaten namen hem mee naar de binnenplaats en bespotten hem als koning der Joden. Hier is een koningsmantel! Nou, profiteer eens wat er gebeuren gaat. Ga je ons redden, uw majesteit? Ga je ons verlossen? Deze man hoort ook bij Jezus. Mensen, ik ken hem niet eens. Ik heb ze samen gezien. Nederige dienaars. Zo, en hoe voelt dat om naar iemand op te kijken? Jij bent er ook een van hen, hè? Dat ben ik niet. Geen twijfel mogelijk, die man hoort bij Jezus. En hij komt ook nog eens een keer uit Galilea. Vlieg op, man. Ik zou niet weten waar je het over hebt. Jezus draaide zich om en keek Petrus aan. Toen dacht Petrus aan de woorden die Jezus had gezegd. Voordat de haan vandaag kraait, zul je 3 keer zeggen dat je mij niet kent.